Ronnie Brunswijk is de afgelopen week gekroond tot koning van de Afro-Surinamers. Weliswaar vermeld ik dat deze bekroning niet bij wet is vastgelegd, dus in Suriname kennen we geen koning officieel. We gingen op straat om de jongeren te vragen hoe zij kijken naar deze bekroning van de heer Brunswijk. Vorige week reisden 4 Afrikaanse koningen naar Suriname om Brunswijk te kronen als koning. Deze onderscheiding kreeg hij vanwege zijn kwaliteiten en waarden. Wij vroegen enkele jongeren wat zij hiervan vinden. Ik vind het een goed idee. En ja. En waarom vind je het een goed idee? Zodat wij mensen beter onder elkaar kunnen, beter met elkaar kunnen leven. Ik vind het niet zo goed, want waarom moeten we een koning in Suriname hebben? Het is gewoon onkan dat hij koning is geworden in Suriname. Ik vind dat niet goed, want er is al een president die voor het land moet zorgen. Maar als het speciaal voor donkerkleurige mensen is, kan het wel passeren. Ik vind het goed dat hij koning is geworden. En waarom denk je dat? Waarom zeg je dat? Waarom het kan passeren? Wel, donkere mensen moeten bij elkaar komen om het land beter en om het land hoger te brengen. Want het land zit nu in een financiële crisis, als ik het zo kan zeggen. Ja. We moeten een ras één vormen, een ras een team worden. Er wordt gezegd dat hij de Afro-Surinamers dichter bij elkaar moet brengen. Wat vind jij hiervan? Dus dat hij ze dicht bij elkaar moet brengen. Als we het zo moeten zeggen, dat hij ze dicht bij elkaar moet brengen. Dat wil zeggen, ik vind het gewoon niet. Want hij moest gewoon geen koning worden, laten we het gewoon zo zeggen, dat hij gewoon geen koning moest worden. Ik denk het niet, want de keulen kwamen samen van een boot van Afrika. En zo moet het ook voor altijd blijven, dat we samen bij elkaar blijven als broeders en zusters. Ja, er is een heel groot verschil tussen die twee. Want je ziet hoe ze onder elkaar leven. Als je kijkt naar de mensen van het binnenland en de mensen van de stad leven. Het verschil tussen hen is heel groot. Nee, ik denk het niet. Waarom ik het denk? Omdat we hebben dezelfde kleur. En we hebben geen ruzie, dus is niet verdeeld. En denk je dat het aanwezen van een koning verandering zal brengen? De verandering tussen die twee kan mogelijk zijn, maar en heel moeilijk. Ik kan wel verandering brengen, maar de president heeft meer macht. Ja, ik denk het. Waarom ik dat denk? Omdat die mensen daarom gaan moeten luisteren, want hij is koning. En hij gaat proberen om bij elkaar te zetten, dus we moeten maar luisteren. Ja. Dus we kunnen gewoon een teamwork maken, laten we het zo zeggen. Ja, dat ze een teamwork kunnen maken, dat het gaat werken. Ja.